Dan graag de heer Frank Vreugd. Dames en heren, goedenavond. Ik ben Frank Vreugd. Ik ben enige tijd al bezig in de G-buurt met activiteiten. Wat mij aan het hart stuit, ik heb niks op papier, laat me dat zeggen, omdat ik vanuit het hart wil spreken. Wat mij heel erg stoort, is dat ik bijna wil zeggen dat het stadsdeel zijn bewoners beledigt. Waarom ik dat zeg? Omdat het stadsdeel zijn bewoners niet kent. Want het stadsdeel geeft heel vaak opdrachten aan externe om ons in de Bijlmer te komen vertellen wat zij voor ons gaan doen en hoe zij het gaan doen. En als dit zo door blijft gaan, dan denk ik dat er een... Wij worden nu, hoe zeg je het, wij zien dat nu gebeuren en wij komen nu op daarvoor. Ik heb jaren terug, toen ik hoorde dat een buurtwerkkamer zou komen, was ik zo boos toen ik hoorde dat er een buurtwerkkamer van ergens uit Utrecht komt, of mensen van Utrecht in een koopwoning, om mij in de Bijlmer in een sociale huurwoning te komen uitleggen wat zij voor mij gaan doen en hoe ze het willen doen. Dat maakt mij kwaad en dat ze daarvoor tonnen opstrijken. En daarnaast, wanneer jij iets daar in het gebouw wil doen, dan kan je niet eens vragen van, ik wil een ondersteuning van €5 per actie die ik doe. Maar jouw actie wordt opgevoerd op een lijst en dan wordt er daar ook subsidie aan verstrekt. En ik wil ook aan het stadsdeel vragen of dat wanneer zij mensen werven om in organisaties te zitten, dat zij ook een achtergrondcheck doen. Want je hebt mensen met een dubieus verleden, je hebt mensen die in een uitkering zitten, je hebt mensen die in een ziektewet zitten. En vaak, wanneer we het stadsdeel acties doet voor de bewoners, dat het heel veel tijd vergt. Ik zit al langer dan 15 jaar, doe ik dingen voor de buurt en ik heb maar 3 keren een cadeaubon van de gemeente gehad. Ik vind dat niet erg. Maar ik vind het erg wanneer ik hoor dat iets dat ik kan voor tonnen wordt uitbesteed aan een organisatie buiten de Bijlmer. En daarnaast vraag ik de gemeente ook dat wanneer jullie ook iets willen doen, ga kijken of er zoiets al bestaat. Want bij mij, Gravenstein, heb je de buurtwerkkamer, die, ik ga zo afronden, de buurtwerkkamer die formulieren invult voor een aanvraag voor een uitkering of belasting. En Boot doet dat ook. Dat wilde ik zeggen. Ik had meer willen zeggen, maar de tijd is kort. Maar ik dank dat u naar mij geluisterd heeft. En ik dank het publiek voor het applaus. Zijn er mensen van de bestuurscommissie die wat willen vragen? Ja, dankjewel voor het inspreken. Nou, de frustratie is heel duidelijk overgekomen. Ik dacht, misschien op mijn tijd het kort is, wil ik eigenlijk iets meer weten ook van... kan je nog iets over jezelf vertellen? Ben jij een stichting of een organisatie? Of wat zou je nog kunnen doen? Of wat doe je in die buurt van wat je dan nog mist? Of wat je zelf zou graag zou willen doen? Nou, ik ben de bewoner van Geldershoofd. Pardon. Ik zit in verschillende organisaties, waaronder de bewonersraad van Rochdale. Ik zit in de Federatie Amsterdamse Huurders. Ik ben de voorzitter van de bewonerscommissie van Geldershoofd. Ik zit in de ISASO, geloof ik. Ja, dat zijn organisaties waarin ik zit en ik doe dat met plezier. Ik zit nu in de campagne van het Sociaal Pact ook. En ik wil dat wij van de Bijlmer gewaardeerd worden, dat wij betrokken worden. Ik heb ook iets laatst, ik heb vandaag een mailtje gehad als voorzitter van de bewonerscommissie. Er gaat tegenover Port Sixee van Geldershoofd
een society van mannen komen. Wat wij ervan denken, dan vind ik dat kan je niet maken. Je betrekt de bewonerscommissie niet bij. Wanneer je alles in kannen en kruiken hebt gezet, dan ga je de bewonerscommissie om advies vragen. Terwijl als wij met de trein meerijden, dan kun je, want nu, wat gaat gebeuren? Wij van de bewoners gaan er niet mee akkoord gaan. Dat we voor de deur een society krijgen, omdat wij in het verleden al last gehad hebben van een gebruikersruimte. Terwijl als je ons vanaf het begin meeneemt, dan kunnen we naar andere opties kijken. Nu gaan wij protesteren, wij gaan zeggen dat willen wij niet. En dan moet de gemeente opnieuw gaan kijken wat zij gaan doen. Dan zijn we weer 2-3 maanden verder. Dank u wel voor het inspreken. Ik heb u ook een paar keer gezien bij platform G-Buurt bijeenkomsten. Dus volgens mij bent u daar ook bij betrokken. En hoe ziet u die ontwikkelingen gaan? Dus het hele proces, kunt u daar iets meer over vertellen van uw blik daarop? Dan heb ik nog een half uurtje nodig. Maar ik ga het heel kort doen. De bewonersplatform wordt niet betrokken bij de acties van de kerngroep. Ik heb daar heel vaak mee misnoegen geuit. Ik ben ook een van de schrijvers van het G-buurtplan. Ik had 3 aandachtsgebieden. Ik ben door boosheid ben ik uit de kerngroep gestapt. En iets wat mij nu tegen de borst stuit, is dat de kerngroepleden zelf ook in de stichting zitten. En de stichting is de organisatie die het plan en de begroting moeten goedkeuren. Dan vind ik op dit moment dat de slager zijn eigen vlees keurt. En de leden van de kerngroep, die betrekken het platform niet meer bij. Het platform, er worden mensen, ik zie mailtjes langsgaan, wij, Bob, kun jij een boekhouder zoeken, want we hebben boekhouders nodig. Dat werkt niet, want het kernteam heeft zijn bestaansrecht ontleend uit het platform. En het platform is het hoogste orgaan van de kerngroep. Alsjeblieft. Dank u wel voor het inspreken.